Hi allemaal, we zijn er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Dit keer wel met dezelfde gasten, because it was so nice, I had to do it twice. Want er was meer. Naast mij zit nu Ismene Krishnadat en daarnaast Rosanda Apai Kurtar. Welkom nog een keer. Hoi. De vorige keer hadden we het over het boek Go To Boy van Rosanda. Maar er is een presentatieavond over het boek. En mevrouw Ismene Krishnadat gaat er alles over vertellen. Oké, de avond, laten we beginnen met de datum. Die is 15 februari op de woensdag. Woensdag moet je vasthouden, dat zijn de publieksavond van Schrijversgroep 77. We gaan dat even vasthouden, want de Schrijversgroep 77 heeft dus, is dat elke maand of iedere keer als er een nieuw boek uitkomt? Nou, niet iedere keer als er een nieuw boek uitkomt, maar elke maand, uitgezonderd december, heeft de Schrijversgroep een publieksavond en die is altijd op een woensdag. Waarom een woensdag? Nou, dat is zo gegroeid. We zijn al heel oud, meer dan 40 jaar. En op een gegeven moment, en die publieksavonden, die hebben we zeker al 25 jaar, is dat gegroeid, dat het altijd op de woensdag was. Vroeger was het altijd de laatste woensdag van de maand. Maar tegenwoordig is er een beleidsinzicht veranderd. En is het dus geworden of de tweede of de derde woensdag van de maand. Okay. Maar altijd wel woensdag. Dan houden we gewoon vast de woensdag. Ja. Schrijversgroep 77. Heel kort, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Nou, Schrijversgroep 77 is de grootste en de oudste schrijversvereniging van Suriname. Daar zijn we heel trots op. We hebben een website, kan je op gaan zoeken. Schrijversgroep 77. In ieder geval zou je denken dan, dat zijn alleen maar schrijvers, maar mensen die gelieerd zijn aan schrijven, dus bijvoorbeeld de niet-literair schrijvers zoals journalisten enzovoort, die zijn ook allemaal welkom. Mensen die gewoon ons ondersteunen, dus die zijn ook allemaal welkom. Dus je hoeft niet speciaal te schrijver te zijn om deel uit te maken van Schrijversgroep 77. Oké, ik maak kans dus. Ja. Absoluut. Nou, we hebben de presentatieavond op woensdag van Rosanda. Ja. Wilt u daarover meer vertellen? Heel veel mensen die vragen dus van, hey, ik heb een nieuw boek uit, hoe kan ik dat in de publiciteit brengen? En dan hebben wij, bij uitstek is er dan die avond, die publieksavond die we organiseren. Dus je kan dan contact maken met onze, laat maar zeggen, onze PR-dame, mevrouw Silva Kumar, en vragen van, luister, wanneer zou ik mijn boek kunnen presenteren? In Tori Osso, want dat is ook iets wat je moet vasthouden. De plek is altijd Tori Osso. En dan kan je dus de afspraak maken en je boek komen presenteren. Maar die schrijversgroepavonden zijn niet alleen maar voor boekpresentaties. Er zijn ook allerlei andere dingen die gebeuren op het literaire vlak, waar we ook aandacht aan besteden. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de aanstaande avond. Onlangs heeft een van de stomvoeters van Schrijversgroep 77, dat is Sombra, heeft de Trefossa-prijs gehad. En dat is een hele prestigieuze prijs in Suriname. Het is eigenlijk, officieel heet het de Trefossa Henry Frans de Siel Trefossa Cultuurprijs. Dat is hele mondvol. Ja. Henry Frans de Siel was ook een hele bijzondere en belangrijke literator in onze geschiedenis. Hij heeft onder andere het tweede couplet van ons volkslied geschreven. Anyhow, naar hem is dus die vereniging of de organisatie genoemd die dus deze prijs om de 2 jaar uitreikt. En ik dacht dat Sombra, volgens mij was het de 14e of de 7e, om de 2 jaar. Ik denk dat het de 14e keer dat ze
dat ze hun activiteit hadden. En om de 2 jaar wordt er dus iemand die prijs gegeven. En dit jaar was het dan Sombra. Heel mooi. En hij zal zelf daar ook aanwezig zijn? Absoluut, denk ik. Hij moet zijn tories toch komen geven. Nee, ik vraag, just to be sure. Ik wil hem ook zien als ik kom, dus ik moet het vragen. Dus 2 is eigenlijk een bargain. Je ontmoet een winnaar en je maakt kennis met een nieuwe schrijver, met een nieuw boek dat uitkomt. Ja. In het vorige gesprek, de vorige aflevering, gaven jullie aan dat als je die avond komt naar de publieksavond, kan je het boek voor een iets zachter prijsje krijgen. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Mm-hmm. Het boek is dus nu te koop voor 350 SRD, maar op die avond voor 300 SRD. Ja. Komen. Ja. Wat kunnen we die avond nog meer verwachten, los van Sombra zelf, die zijn prijs krijgt uitgereikt en het nieuwe boek dat gepresenteerd wordt. Wat zal er die avond nog meer gebeuren? Nou, op de schrijversgroepavonden zijn er altijd boekenstands. En daar dus mensen kunnen daar boeken kopen. En we hebben een goed voorziene boekenstand. Je hebt boeken die in Suriname worden gepubliceerd. Dat is eigenlijk onze main focus. Maar daarnaast hebben we nog een boekenclub. Dat is de Atlantis Boekenclub. En die verkopen eigenlijk tegen een heel zacht prijsje bekende boeken. Laat me dat zo zeggen. Surinaamse boeken? Nee, zij verkopen internationale boeken. Okay. Ja. Dus dat is ook daar te doen. En verder is het gewoon, hoe zal ik het zeggen? Hoe het gaat gebeuren. Ja, dus de mensen die daar komen, die komen natuurlijk om een leuke avond te hebben. En daardoor is er meestal ook een leuke sfeer die er daar hangt. Hè? En je kan natuurlijk ook, het podium is niet zo ver van de mensen. En je hebt dus goed contact. De mensen kunnen vragen stellen aan degene. Bijvoorbeeld Rosanda gaat haar boek presenteren. Dan kunnen de mensen vragen stellen aan Rosanda. Sombra gaat daar komen en zijn gedichten doen. Want Sombra is voornamelijk de dichter. Hij heeft ook wel wat proza geschreven. Maar hij is voornamelijk dichter. En dan kan je ook met Sombra in gesprek gaan. Hij weet erg veel van de Surinaamse literaire cultuur. Hij is vanaf het begin van de schrijversgroep bij de schrijversgroep geweest. Hij was ook een hele korte tijd bestuurslid. Maar bestuursleden zijn leuk, maar actieve leden zijn beter. Ik zou zeggen de leukste, maar beter willen we altijd zijn in het leven. Dus we gaan die vasthouden. En Sombra en schrijversgroep zijn 2 handen op 1 buik, zou ik zeggen. En hij weet heel veel. Dus die tories die hij vertelt, ik heb erg veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld waar bepaalde Surinaamse liederen vandaan komen. Zoals Commissie Dabotri. En dan vertelt hij van, maar die versie is niet de juiste. Dat is de juiste versie. En eigenlijk hebben die mensen dat zo verdragen. Dus je leert ontzettend veel als hij zijn tories vertelt. Komende week woensdag belooft dus heel wat. Ja. Ik wil jullie bedanken. Ik ben super enthousiast voor komende woensdag. Mij zullen jullie zeker daar zo zien. Ik zou zeggen, ga jullie zo door. En voor ieder die niet weet wat ze moeten doen komende woensdag. Als je van lezen houdt of je interesse in lezen wil opwekken. Er komt een nieuw boek uit, of het is al uit, het wordt gepresenteerd. De schrijfster Rosanda Kurtar Apai zal daar aanwezig zijn. Schrijversgroep 77 gaat Sombra presenteren, die zijn Trofossa. Cultuurprijs. Gaat laten zien waarom hij die cultuurprijs heeft verdiend. Ja, wat zij gezegd, what she said. Dus komen jullie allemaal, hoe laat zijn de avond? Nou, de inloop is om 7 uur, maar we beginnen om 7:30 en wij beginnen altijd op tijd. Dan heb ik een probleem. Ik ga mijn best doen. 6 uur voor jou. Dus. 6 uur voor mij. Nou, jullie hebben het gehoord. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ja.
En ik kan niet wachten op komende week woensdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.